Goedenavond, welkom bij de 3D Carré presentatie over dak- en tuinslozen. Mijn naam is Kees van der Geer, ik ben kennisspecialist WMO bij de gemeente Zaanstad. Met mijn collega Mirjam Turksma, programmamanager aanpak doorontwikkeling maatschappelijke opvang, zal ik op 12 januari ingaan op uw vragen naar aanleiding van deze presentatie. In deze presentatie neem ik u mee in de diverse aspecten van dak- en tuinsloosheid. U bent in 2020 via twee raadsinformatiebrieven en een coronanieuwsbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp. Deze presentatie zal deels een herhaling zijn van die informatie. Daar is voor gekozen om de context en de samenhang van de diverse ontwikkelingen beter te kunnen presenteren. Op deze sheet staan de onderwerpen die in deze presentatie worden behandeld. Over wie hebben we het? Op grond van de verkregen inzichten onderscheiden wij de volgende groepen dak- en tuinslozen. De jongvolwassen dak- en tuinslozen, voor 60-70% afkomstig uit de jeugdzorg. Het investeren in een goede voorbereiding op volwassenheid en een goede begeleide uitstroom uit de jeugdzorg is daarbij van belang. Landelijk zijn de pilots in gang gezet met de persoonsgerichte aanpak, waarbij iedere jongere die uitstroomt uit de jeugdzorg met verblijf pas wordt losgelaten als op alle leefgebieden voldoende stappen zijn gezet. De buitenslapers, dat zijn de personen die daadwerkelijk buiten slapen of aangewezen zijn op onverwarmde accommodaties, zoals bootjes, schuurtjes, tent, etc. De tuinslozen, mensen die in hun netwerk van adres naar adres hoppen en zo nu en dan geen slaapplaats hebben. De economisch daklozen ofwel zelfredzame of nieuwe daklozen, hebben als kenmerk dat ze geen verslaving of psychiatrische problemen hebben. Toch komen ze op straat te staan als gevolg van bepaalde live events of economische terugval. Zaanstad heeft in het begin van de eerste coronagolf een noodopvang voor de buitenslapers getroffen. Met de inzet van de noodopvang kon voldaan worden aan de coronamaatregelen. De dak- en tuinslozen hebben in deze noodopvang de mogelijkheid om in een eigen verblijfruimte te verblijven. De noodopvang is in de loop van 2020 omgedoopt in hotelopvang. Was de eerste opzet gericht op de groep buitenslapers? In de loop van het jaar kwamen daar ook de personen bij die geen gebruik meer konden maken van hun netwerk. En we zagen ook een toename van de economisch daklozen. Bij alle groepen, maar zeker ook bij de groep economisch daklozen, is het van belang deze direct te bereiken en te ondersteunen. Preventief ondersteunen voorkomt immers grotere problemen op de langere termijn. De economisch dakloze is in principe in staat om zich zelfstandig te redden in de samenleving, maar kan, indien nodig, een beroep doen op ondersteuning, begeleiding vanuit de WMO begeleidingsarrangementen. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze groep afglijdt en tot onze toekomstige dak- en tuinslozen gaan behoren. De hotelopvang wordt gecontinueerd tot 1 april 2021, zodat ook de personen die normaal gebruik maakten van de winteropvang in Zaanerf ook in het hotel kunnen worden opgevangen. De winteropvang in Zaanerf is vanwege corona niet mogelijk. Na 1 april worden de vervolgvoorzieningen woonruimtes ingezet. Hierover later meer in deze presentatie. Met de opvang van de dak- en tuinslozen in het hotel ontstond er de mogelijkheid om beter zicht op de problematiek van de groep te krijgen. Er werd een quickscan uitgevoerd naar de zorgbehoeften en mogelijkheden van de personen. Deze scan beperkte zich niet alleen tot de personen in het hotel, ook de personen bekend bij de wijkteams, Zaanerf en diverse zorgaanbieders werden hierin betrokken. De quickscan geeft niet een exact beeld, omdat niet de gehele groep dak- en tuinslozen is bereikt, maar wij kregen hierdoor wel een indruk wat er nodig is. Daarmee vormde het een waardevolle bijdrage in de verdere uitwerking van de toekomstige opvang / huisvesting van dak- en tuinslozen. U ziet in deze sheet een paar conclusies, waarbij met name de conclusie met betrekking tot de langdurige opvang opvalt. De groep die daarvoor in aanmerking komt is minder groot dan wij dachten. Enige maanden voor corona was er het verontrustende bericht over de explosieve landelijke toename van het aantal dak- en tuinslozen. Vanaf 2016 met 30% toegenomen tot bijna 40.000 in 2018. De G4-gemeente en de VNG stuurden brandbrieven naar het ministerie van VWS.
Staatssecretaris Blokhuis kwam een maand na de eerste coronamaatregelen met de landelijke aanpak. Een thuis, een toekomst. En daarin staan de pijlers opgenomen die hij ook al had aangegeven tijdens zijn bezoek aan de noodopvang in Zaandam, eind maart 2020. In deze sheet staan deze pijlers aangegeven. Het door de gemeente ingediende plan van aanpak dak- en thuisloosheid is eind december 2020 officieel toegekend. Met deze middelen gaat Zaanstad invulling geven aan de in deze presentatie aangegeven beweging naar zelfstandig wonen met begeleiding, snellere doorstroom uit de voorzieningen en passende trajecten. Voor de uitwerking hiervan wordt een actieplan opgesteld. Gemeente Zaanstad volgt de landelijke pijlers. In aanvulling op de raadsinformatiebrief 2020-3981, waarin u bent geïnformeerd over de diverse onderdelen van de preventieve aanpak van de gemeente Zaanstad, geven wij nog twee specifieke onderdelen van de preventieve aanpak aan. GGZ vroegsignalering en Saanbility. GGZ vroegsignalering. De gemeente Zaanstad is in mei 2019 gestart met GGZ in de wijk. Met deze aanpak wordt GGZ-deskundigheid vanuit de Panassia-groep en de GGD toegevoegd aan de wijkteams. GGZ-problematiek, die zou kunnen leiden tot dak- en thuisloosheid, kan hierdoor in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Een andere toevoeging ten aanzien van de GGZ-signalering zit in de oprichting van een brede GGZ-inloop op vier punten in de stad. De gemeente werkt in dit project, de huiskamer genaamd, samen met de wijkteams, RCO de hoofdzaak en de Panassia-groep. Saanbility. Organiseer je leven is de Zaanse vertaling van de Amerikaanse Mobility Mentoring aanpak. Hierin wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de gedragspsychologie. Deze laten zien dat chronische stress door schulden en armoede een aantoonbaar verlammend effect heeft op het probleemoplossend vermogen van mensen. Daarom is het van belang om stress weg te nemen en mensen te leren anders met stressfactoren om te gaan. In Zaanstad wordt deze methode al toegepast bij kwetsbare jongeren. Plan is nu om deze brede aanpak ook te gaan inzetten bij kwetsbare volwassenen. De pijlerpunten, vernieuwing van de maatschappelijke opvang en wonen met begeleiding, waaronder de Housing First, leiden een andere benadering van de opvang van dak- en thuislozen in de gemeente Zaanstad in. De doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang moet sneller. De opvang moet voorsorteren op het zelfstandig wonen met begeleiding. Daarnaast moet in een vroeg stadium onderscheid worden gemaakt tussen de personen die meer hulp nodig hebben en personen die met een lichte ondersteuning weer verder kunnen, zoals de economisch daklozen. De opvang in het hotel heeft een werkwijze ten aanzien van de economisch daklozen opgeleverd, die als format ingezet kan worden bij andere dak- en thuislozen die op zich het vermogen hebben om zelfredzaam te zijn. Belangrijk hierbij blijft in een vroeg stadium in beeld krijgen waar de behoefte van de persoon ligt en waar zijn mogelijkheden liggen. U ziet hier ook de methode Housing First staan. In het volgende filmpje wordt u meegenomen in deze aanpak en de visie erachter. Daklozen van de een op de andere dag zijn eigen huis en hij wil nooit meer terug naar de straat. Het is een even simpele als revolutionaire oplossing voor het dakloze probleem. Het klinkt simpel. Geef een dakloze zijn eigen huis en hij kan zijn problemen gaan oplossen. In alle rust, zonder de stress van de straat. Bank, tafel, stoelen, tv zelfs. Nou. Het is een idee dat is overgewaaid uit Amerika en het heet Housing First. Eerst een huis en dan de rest. Een huissleutel als toegang tot geluk. Het is het meest slimme wat je kan doen. Want je geeft mensen hun identiteit terug. Maar is het ook zo simpel? Hoe is het om dakloos te zijn en 's nachts in een park te moeten slapen? En hoe is het dan vervolgens om ineens je eigen huis te hebben? Ik verlang hier niet meer naar terug. Die tijd heb ik definitief achter me gelaten. Ik lees van mijn zus die daar opstaat. Ik ben nu 36. Dat is ongeveer 20 jaar straat.
hou je dat vol? Als je het niet vol had, ben je dood. Je hebt niks. Je kan niks. Iedere dag is er één. Vandaar, je leeft van minuut naar minuut zelfs. Dit is Marco. Al 20 jaar is de straat zijn huis. Marco heeft het altijd warm. En daarom draagt hij slechts een t-shirtje. Ook midden in de winter. Sinds hij is aangereden door een auto, loopt Marco op krukken. Kilometers krukt hij zo door Utrecht. Elke dag weer. Ja, als dakloze heb je geen rust op straat. Altijd, overal, alles. Overal hangen camera's, alles wordt in de gaten gehouden. Als je ergens 2 minuten te lang staat, staat er ook nog geen naast je. Dus je moet eigenlijk altijd blijven lopen? Eigenlijk moet je altijd bewegen. Lopen is een groot woord als je maar beweegt. Dit is mijn oude dakloze plek. Daar aan de overkant heb ik geslapen onder de struiken. Daar, hier bij die eerste struik hier? Ja. Dag en nacht, regen. Regen, kou, onweer, alles. En dit is Peter. Ook hij kent het leven van de straat. Lange tijd was hij dakloos. Je verdrinkt de problemen. Dus je denkt niet na over, goh, hier lig ik weer en hoe moet het nou verder? En daar heb je geen tijd voor op dat moment. Dat besef komt pas later. Wanneer? Ik ben in totaal 4 maanden dakloos geweest. Ja, dan gaat er op een gegeven moment een tellertje lopen. En ik ben 83 mensen kwijtgeraakt die ik persoonlijk gekend heb. Die zijn overleden, oorzaak alcohol. En dan gaat het besef pas werken. En dan denk je bij jezelf, hier moet ik mee stoppen. Of verminderen. Want jij wilde niet dood? Nee, en nog steeds niet. Want ik heb nog veel te veel te doen in mijn leven om door te leven. Dakloos zijn, constant op je hoede, niemand kunnen vertrouwen en weinig vrienden. Je vingers, dat zijn je vrienden. Je hebt wel mensen die je kent, mensen die je vertrouwt, mensen waar je mee omgaat. Maar tot de deur. Tot de deur van de opvang ben je vrienden. En daarna? Daarna gaat hij dus eigenlijk. Peter? Ja? Spreek je mij? Mogen we verder komen? Ja, is goed. Kom binnen. Hoi. Peter is nu van de straat. Sinds juni van dit jaar heeft hij een eigen huis. Goedemiddag. Peter van Kuijn. Ja, nou. Komt u binnen in mijn huis? De ene dag leef je nog op straat, de volgende heb je ineens een huis. Het is het principe van housing first. Het is ook een overtuiging van mensen die een tijd lang dakloos zijn geweest, dat ze werkelijk geen identiteit meer hebben. Nou, hoe kun je dat in een high pressure situatie veranderen? Namelijk door mensen een woning te geven. Dan tel je ineens mee. Je naambordje wordt op de deur bevestigd. Je krijgt post thuis, er komt een krant. Als je geluk hebt, spreken buren je aan, ze zeggen gedag. Opeens ben je weer iemand. Rokus loop ik. In New York komt hij in aanraking met een bijzonder dakloze project. Housing First. How can we as taxpayers afford to give an apartment like this to a person who has this many challenges? Well, I would ask, how could we afford not to do it? Hij neemt de ideeën mee naar Nederland. Met dit model zeg je, je krijgt het meteen. Je hoeft niet eerst te bewijzen dat je housing ready bent of dat je therapie trouw zult zijn of dat je ontzettend graag wilt werken. Nee, wij geven jou waar je om vraagt. En we gaan gaandeweg de jaren met jou spreken. Nou, hoe kunnen we die andere problemen met jou aanpakken? En vaak hoeft het niet eens, want ontwikkelen mensen zelf die motivatie. Housing First werkt. Niet alleen in Amerika, waar het in meer dan 100 steden is ingevoerd, maar ook in Amsterdam en Utrecht. 8 van de 10 daklozen zijn blijvend van de straat. Wat is nou voor jou de allergrootste verandering, behalve dan dat je een dak boven je hoofd hebt? Dat ik weer met de maatschappij mee mag draaien. Dat is heel belangrijk.
En hoe bedoel je dat precies? Ik word niet meer als outcast gezien. Mensen nemen je weer serieus. Gelukkig wel. Ik kan me herinneren dat in Amsterdam dat ze een man gehuisvest hadden die na een aantal weken op het kantoor kwam en vroeg om een kostuum. Hij ging elke dag boodschappen doen bij Albert Heijn in Amsterdam-Zuid. En hij vertelde, ja, ik zie er wezenlijk anders uit. Ik zie dat mensen naar mij kijken. Dus hebben jullie een kostuum voor mij? Misschien dat er dan minder op mij gelet wordt. En nou ja, dat is wat het huisvesten van mensen ook met mensen doet. Ja, ik heb wel eens zoiets van, zat ik daar maar. Ja. Een huis om je heen is toch heel anders dan een groot huis waar iedereen doorheen rijdt en loopt. Dus. Een nieuwe nacht, hetzelfde ritueel. Op zoek naar een slaapplek. Marco slaapt dit keer op Hoog Catharijne. Wat hij dan nog niet weet, het zal zijn laatste nacht als dakloze zijn. Dit is mijn gang. Hoe voelt het nou om een huis te laten zien aan iemand? Goed. Daar ben ik trots op. Peter hoeft nu niet meer buiten te slapen. Maar het is wel wennen. Zo ineens een eigen keuken en een tweepersoonsbed. Merkt ook zijn begeleider. Hij heeft denk ik wel een maand voornamelijk op balkon gezeten. Dat was voor een deel omdat het mooi weer was. Maar ook omdat hij gewoon niet kon wennen aan vier muren om zich heen. Een soort opgesloten gevoel. En naarmate hij zijn huis er meer als veilige plek zag, zag hij die vermoeidheid toeslaan, ging hij langer slapen en werd hij wat rustiger en ging hij ook meer in huis zitten. En het hoogtepunt had hij eigenlijk wel bereikt bij het CDA-congres, toen in 5,5 uur is hij gelukt om televisie te kijken. Maar 8 uur. Ja. Maar ja, dat was echt ongelooflijk. Dus toen was Peter geslaagd als echte burgerman? Ja, toen was hij veel meer binnen en ja. Ja. Wat zegt u tegen mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam 12 jaar op een wachtlijst staan om een woning te krijgen? En die nu naar dit verhaal kijken en denken, ja, je bent dakloos en blijkbaar zijn er dan geen voorwaarden en krijg je onmiddellijk een sleutel. Ja, ik kan die mensen alleen maar gelijk geven. De andere kant is dat wij een verantwoordelijkheid hebben als samenleving om dakloze mensen een woning te bieden. Niemand is gelukkig met het beeld van daklozen op straat, laat staan de daklozen zelf. Dus mensen hebben daar recht op, net zoals andere mensen. Feit is dat deze projecten er gekomen zijn, ook omdat ze succesvol zijn. En ze beduidend goedkoper zijn dan andere alternatieven. Goedkoper, want daklozen kosten de maatschappij geld. Bijvoorbeeld vanwege uitstaande boetes of een verblijf in gevangenissen of inrichtingen. Iemand die onderdak heeft en geen overlast veroorzaakt, kost simpelweg minder geld. Goedemorgen Marco. Goedemorgen. Heb je nou nog een beetje kunnen slapen vannacht? Ja, een minuut of drie. Drie minuten? Drie minuten. Je mag hier officieel niet slapen. De spoorwegpolitie was prominent aanwezig. De schoonmakers waren prominent aanwezig. Marco heeft nauwelijks geslapen, bang voor een boete van de spoorwegpolitie. Het komt vaker voor dat hij nachten achter elkaar niet slaapt. Hallo, hallo, bye. Vandaag heeft Marco een belangrijk gesprek. Hij staat op de lijst voor een huis. Een huis van Housing First. Wij proberen mensen te helpen die eigenlijk nergens echt verder komen. Dus die in de, met het huidige aanbod tegen bepaalde dingen aanlopen. En nooit in aanmerking komen voor een individuele woning. Je krijgt niet zomaar even een huis. En om de woning uiteindelijk te behouden, wordt een aantal eisen gesteld. Nou, een van de voorwaarden is geen overlast. En die staat wel bovenaan, dat is gewoon de allerbelangrijkste. Geen overlast dus. En dat gaat goed, want buren klagen nauwelijks. Het geldbeheer is in handen van Housing First, zodat de huur altijd op tijd betaald wordt. En verder ligt alle verantwoordelijkheid bij de huurder zelf. Op het moment dat je mensen een humaner bestaan aanbiedt, is de kans vele malen groter dat ze een motivatie ontwikkelen om zich juist wel te laten behandelen. Alleen, je stelt het uit.
Peter begint nu zelf te klagen over verveling. Hij zit inmiddels echt in huis op de bank. En dat begint ook saai te worden. Dus een mogelijke volgende stap zou kunnen zijn dat we eens gaan kijken hoe hij die verveling kan verdrijven. En of dat dan werk wordt of vrijwilligerswerk of dagbesteding. Ja, dus het is allemaal aan Peter eigenlijk. Maar dat komt vanzelf. Nu geniet Peter. Niet alleen van zijn nieuwe huis, maar ook van een heel nieuw leven. Ik was mijn familie kwijt. Dankzij het feit dat ik om de hoek bij mijn vader een huis heb gekregen. Waar ik hem overin heb gelegd. Is mijn vader terug, mijn broer. Ik heb mijn vriendin weer terug. Dat soort dingen. Dus het puzzeltje is eigenlijk weer compleet. En dat is een pak van mijn hart. Zit die nu trots naar de televisie te kijken, naar jouw vrouw? Ja, ik ben een bekende Nederlander natuurlijk nu, hè. We hebben op dit moment een huis. En als je wil, dan kunnen we daar direct heen gaan. Ja, dat is goed. Ja? Ja. En dan overhandig ik jou vast de sleutel. Oh, dankjewel. En nou, ik hoop dat het allemaal tevredenheid is en dat je die in je zak houdt. En ja, we gaan straks gewoon alles doorspreken en verder kijken. Ja, dat is goed. Ja? Ja. Oh, mijn paard op nu hangt hier al. Bed. Kast. Douche. Maar ik ben hier wel heel erg, ja, tevreden mee. Langzamerhand begint wel een beetje door te dringen. En hoe voelt dat? Een beetje vreemd nog wel. Maar dat komt vanzelf wel op het goede pad. Daar moeten we even aan gaan wennen. Komt nog wel. Dit was KRO Brandpunt. Goedenavond. U heeft gezien dat er stappen moeten worden gezet. In deze sheet ziet u aangegeven welke stappen dat zijn om vanuit de oude situatie naar een andere benadering te komen. Deze stappen sluiten aan bij de in mei 2016 vastgestelde regiovisie kwetsbare burgers met multiproblematiek in de Zaanstreek. Het plan van aanpak kan niet los worden gezien van een aantal ontwikkelingen die de gemeente in gang heeft gezet, zoals de gecombineerde aanbesteding beschermd wonen, en de opvang jongvolwassenen, dak- en tuinslozen. We hebben deze combinatie in de aanbesteding toegepast, omdat het gaat om kwetsbare volwassenen en jongvolwassenen met vaak dezelfde problematiek. Denk aan psychische aandoeningen, lichtelijk verstandelijk beperkt, verslaving en multiproblematiek. Deze groep is deels gediagnosticeerd en deels niet, maar hebben over het algemeen wel hetzelfde kenmerk. Het ontbreken van eigen kracht om zich te handhaven in de samenleving, zodat opvang nodig is. En als men wel de eigen kracht bezit, dan ontbreekt de vaardigheid om zelfredzaamheid op te bouwen. Hierin is dan weer begeleiding nodig. Deze personen kunnen bij ontoereikende ondersteuning buiten de boot vallen of letterlijk op straat belanden. De aanpak van de gemeente is erop gericht om de personen die de zelfstandigheid aankunnen uit te laten stromen naar zelfstandige huisvesting, waar met ondersteuning gewerkt kan worden aan hun eigen leven. Het knelpunt hierin is de beschikbaarheid van woonruimte. Ik kom hier later in deze presentatie op terug. Naast de personen die al snel stappen kunnen maken naar zelfstandig wonen, zijn er personen voor wie het beter is om langdurig te worden opgevangen. Voor deze groep zal de langdurige opvang worden opgezet, met daarbij de aantekening dat ook vanuit deze opvang stappen kunnen worden gezet naar meer zelfstandig wonen. De doorstroom naar zelfstandig wonen met begeleiding, daar waar het kan, staat centraal. Behalve een toereikend aanbod van woningen zal er ook gewerkt moeten worden aan afspraken met zorgaanbieders en corporaties met betrekking tot de borging van een goed huurderschap van de cliënten die uit de voorzieningen naar zelfstandige huisvesting uitstromen. De drie partijen, zorgaanbieders, corporaties en gemeenten, hebben daarover werkafspraken opgesteld. Onderdeel van deze werkafspraken is de pilotuitstroom. Doelstelling van de pilotuitstroom is het proces van uitstroom uit de intramurale settingen, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en jeugdzorg, te versnellen. Begin tweede kwartaal 2021 wordt de pilot geëvalueerd
met de betrokken partijen. Op basis daarvan wordt door de bestuurders besloten wat het vervolg is. De pilot uitstroom is onderdeel van de 10 Zaanse werkafspraken, weer thuis in de wijk. Deze afspraken hebben betrekking op de samenwerking tussen zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten, sociale wijkteams. U heeft in het filmpje de methode Housing First gezien. Zaanstad begint een pilot met deze aanpak. Het woonladder-idee waarbij iemand treetje voor treetje moet opklimmen naar een zelfstandig bestaan, wordt hiermee losgelaten. Eerst een woonruimte en dan werk aan de daginvulling. Op verschillende plekken in het land is dit concept succesvol geïmplementeerd, waaronder bij HVO Querido in Amsterdam, Leger des Heils in Zwolle en DNO Doen in Alkmaar. En deze wijze van aanpak willen wij veel meer inzetten. De organisatie van de pilot ligt bij de 3 zorgaanbieders, Leger des Heils, DNO Doen en Levia. Zij hebben een team samengesteld om de 10 trajecten van de pilot te begeleiden. Geplande startdatum ligt aan het einde van het eerste kwartaal 2021. Tot zover deze presentatie. Ik dank u voor uw aandacht.